Yo beste kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering Gaming met Joran. En vandaag gaan we iets heel anders doen. Ik ga mijn nieuwe uploadschema laten zien. Het is vandaag zondag dat ik het upload, dus ik weet niet welke dag, donderdag dat ik het opneem. En ik ga even mijn uploadschema uitleggen aan jullie. Nou, maandag heb je hier dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En hier 4 uur, 5 uur, 6 uur, 7 uur. En dit was het. Nee, grapje. Natuurlijk gaan we nog even wat uitleggen. Nou, op maandag komt het om 4 uur. Als ik tijd heb, waarschijnlijk gewoon. Zondag heb ik ook gewoon nog tijd om lekker te editen en zo. Dus dan ga ik om 4 uur een Minecraft Survival doen. Nou, dat is gewoon heel simpel. Nou, dinsdag komt waarschijnlijk een video van Joris online. Misschien heb je het nog niet gehoord, of heb je het wel gehoord, of de reacties gelezen. We hebben het al een paar keer in de aflevering gezegd. Tenminste, dat volgens mij wel. Maar het zit ook in de beschrijving dat Joas bij mijn kanaal komt. Joas is mijn buurjongen van Yo Games. Nou, Yo Games is niet heel beroemd. Tenminste, het is niet echt. Hij heeft 4 abonnees of zo, meer niet. Hij doet er niks meer op. En hij wil graag bij mij. Nou, hij gaat waarschijnlijk tot nu toe Skywars uploaden. Maar voor zijn verjaardag krijgt hij een nieuwe game, nou, genaamd FIFA 15 of Sims 4, dat weet hij nog niet heel zeker. En dan gaat hij dat ook uploaden op mijn kanaal. Nou, dinsdag, nou, dat heb ik ook gewoon om 4 uur. Heb ik trouwens toch tijd, als ik nog tijd over heb, dus dan ga ik zelf een video uploaden. En dan nog een video van Jos om 7 uur. Nou, woensdag, een Minecraft Skyblock of een Minecraft Island. Survival Island. Die serie komt waarschijnlijk nieuw. Ik weet nog niet wanneer die komt. Maar totdat die komt. Ja. Totdat die komt dan. Totdat die niet komt. Als die niet komt. Dan. Ja. Dan doen we gewoon Skyblock. Nou. Donderdag. Als ik daar dan een video. En misschien een video van Joas. Vrijdag. Een minigame. Waarschijnlijk, die weet ik nog niet heel zeker of ik die altijd doe. Ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk niet dat ik die altijd doe. Ik ga het proberen om elke vrijdag een minigame te uploaden. Maar ik weet nog niet heel erg zeker. Het komt gewoon omdat ik donderdag best wel veel tijd heb. Nou, vrijdag heb ik nooit echt te veel vakken voor huiswerk. En hier altijd wel. Nou, er wordt misschien trouwens ook een edit Skywars. Dat betekent dat ik dus heel graag ga editen wat jullie de laatste tijd nieuw hebben gezien als serie op mijn kanaal. Dan niet echt serie, gewoon als normale Skywars serie. Maar zaterdag, als ik tijd over heb, gewoon een video uploaden. Dat wordt waarschijnlijk om 5 uur dus. Zoals op donderdag en dinsdag ook. Heel misschien als Jos een video heeft opgestuurd naar mij, dat ik het dan ook upload. Maar dat weet ik nog niet heel zeker. Zondag, een update video. Weet niet wanneer die komt. Als ik even een snel update video maak en ik neem om 4 uur op, dan upload ik hem waarschijnlijk om 7 uur of zo. Om 7 uur. Maar het kan ook zijn dat het om 5 of 6 uur upload. Daarom heb ik deze ook een beetje klein gemaakt. Net als deze, want Joris heeft nog geen video's opgestuurd. Of geüpload of zo. Dit niet. Maar dit is even mijn schema. Dit is dus een update video, dus deze komt op zondag online. Zoals ik aan het begin van de aflevering al heb gezegd. En. Ja. Dit was eigenlijk de video. Heb je nog iets meer uit te leggen? Nou. Ja. Trouwens nog even over het schema. Gewoon normaal. Het algemeen. Als ik me niet houd aan het schema. Ja. Dat is een beetje jammer. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik daar niet heel veel tijd heb. Ik probeer wel in het voren op te nemen en te uploaden. Maar ik vind dat niet heel erg leuk op zich. Maar mijn renderen duurt gewoon gigantisch lang. En ik zit daar wel 1,5 uur aan of zo. Nou, niet 1,5 uur. Laten we zeggen een uurtje voor 1,5 uurtje video renderen of zo. En dat is best wel lang. Nou, voor de rest. Ik heb nu natuurlijk nog Cracked Minecraft. Zoals jullie weten. En ik wil graag kopen. Maar dan moet ik heb ik een doel voor. En dat doel is. Ik wil een aantal abonnees. En ik ga nog niet beslissen.
welk hoeveel ik precies ga doen. Waarschijnlijk wordt dat 150 abonnees. Dus jullie kunnen aan jullie vrienden vertellen van, hey Joran, die moet je echt kijken, weet je wel. Van, hey, je moet Joran, Gaming met Joran, moet je allemaal kijken, weet je wel. Gewoon een beetje reclame maken, zodat ik 150 abonnees of zo haal. Misschien wordt het meer. Wat ik trouwens ook van plan ben, dat weet ik tot nu niet heel zeker. Dit is gewoon even een voorstukje van wat ik in de toekomst waarschijnlijk ga doen. Bij 200 abonnees. Ja, ik vind dat natuurlijk heel bijzonder, want ik ben, ja, laten we zeggen, ik ben nog niet heel bekend en zo. En ik ben geen Enzo Knol of zo, weet je wel. Maar bij 200 abonnees ben ik echt super blij mee. En dan gaan ik en Joas waarschijnlijk een prank call doen. Ja. Of als jullie nog iets anders weten dat we echt moeten doen, dan moet jullie het maar zeggen. Ja, dit was de update video. Wil jullie even op het like knopje knallen? Want dat zie ik de laatste tijd echt super weinig. Ik wil gewoon echt dat iedereen vol op die like knop gaat stampen. Als je de video leuk vindt, laat het zien op die like knop. Als je deze video niet leuk vindt, of andere video's, geef dan een dislike en zet in de reacties wat ik beter moet doen. Zo kan ik mij ook beter maken, zodat jij de video's ook leuk gaat vinden. Zouden jullie het allemaal willen doen? Ik bedank jullie voor het kijken. Bedankt voor het kijken van deze nieuwe video. Laat even een like achter, maar dan moet jullie alleen maar doen als jullie deze video ook echt leuk vinden. Jullie kunnen onder mij abonneren voor meer video's. Jullie kunnen op mijn logo klikken als jullie naar mijn kanaal willen. Dan kunnen jullie allemaal nog meer video's zien. Jullie kunnen mij volgen via social media. Dat kan naast mij, kan je al klikken. En we zien hier zo zien jullie de vorige aflevering. En hier, een random video. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik check jullie later.